Topics of Life. Er zijn zo'n 4 grote topics in ons leven. Gezondheid, financiën, seksualiteit en lijden. En voor elk van die topics heeft God ons principes gegeven in de Bijbel die ons leven op een nieuw level kunnen brengen. Wauw, ja, nu alweer aangekomen bij het allerlaatste in de serie Topics of Life. Ik hoop dat je echt enorm genoten hebt de afgelopen weken, maar we gaan zeker in stijl eindigen. We hebben 3 fantastische sprekers hebben jullie gezien en ik ben de afgelopen week achtergekomen dat we te maken hebben met 3 asielzoekers. Wisten jullie dat? Jos en Wendy, alle 2, net helemaal vers uit Zwitserland zijn ze geweest. Hebben ze de ICF College 1 jaar lang gevolgd. En ze zitten net weer in hun eigen huisje, toch een beetje asielzoeker. Nou, hij blijft toch altijd een beetje een asielzoeker, toch? Maar ik ken haar hele familie inmiddels. En het is heel bijzonder om te zien hoe mensen zich kunnen ontwikkelen als ze vanuit hun eigen land, in dit geval Eritrea, naar Europa toe komen. En fantastische dingen doen. En Matthias, die is sinds gisteren asielzoeker. Hij is verkocht, woont tijdelijk bij zijn schoonouders. En laten we eerlijk zijn, we zijn eigenlijk allemaal een beetje asielzoeker. En wist je dat Jezus ook een asielzoeker was toen hij geboren werd? We gaan het allemaal de komende 4 weken ervaren. Jezus was geboren, moest als baby samen met zijn ouders op de vlucht. En ik denk dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Over wat het is om te achterhalen wie we zelf zijn. En wat we hier kunnen doen als persoon, maar ook als kerk. In deze fantastische stad, in dit fantastische land. We gaan genieten van de 3 heerlijke messages, maar niet voordat we eerst gebeden hebben. Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat we de komende weken zo op u gaan inzoomen. Omdat u naar deze wereld kan. Om iets te brengen wat we nog niet hadden. Een relatie met uw Vader. Dank u wel dat we dat de komende weken stap voor stap mogen gaan ontvouwen wat het allemaal inhoudt. En we willen vanaf vandaag, elke week weer een stapje dichter bij u komen. Om te stappen, te begrijpen, te zien wat u hier kan brengen op deze fantastische wereld. Met de mensen waar u zo ongelooflijk veel van houdt. Wie dan ook, wat dan ook, welk verhaal dan ook. Dank u wel daarvoor. We zijn vandaag vol met onze oren en ogen en onze verstand open. Omdat u altijd ons iets persoonlijks wilt vertellen. Dank u wel dat u hier bent. Geef ons een heerlijke avond. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. De vraag is natuurlijk, wie start er als eerste? Nou, jullie moeten er een beetje bij helpen. Als ik op deze rode knop druk, ga ik heel langzaam heen. En dan moet je zo de knop en dan gaan we kijken wie er op het scherm komt. Zullen we doen? Oké, 3, 2, 1. Wie staat voor? 1, 2 of 3. Hebben we Matthias of Wendy? Oh, Wendy! Nou, hij kan je ook misschien net gewonnen, maar ik nu. Oké, even mijn message erbij pakken natuurlijk. Yes! Ja, superleuk. Mijn thema voor vanavond is jij bent met de ander. En ik wil meteen met jullie in een statistiek duiken. Want volgens de statistiek van eenzaamheidsgevoelens, die is afgegeven door de Volksgezondheidszorg, voelt 30% van de Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Dat is dus 1 op de 3 personen. Maar wat zegt God daarover? In Genesis 2 vers 18 staat, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Nou, dus het is duidelijk, eenzaamheid is niet naar Gods plan. Maar hoe zit dat in de kerk? Wat doen wij als wij in de lounge staan en we zien nieuwe mensen? Of we zien mensen waar we nog nooit mee hebben gesproken? Gaan wij alleen naar de kerk omdat we zelf daar naar de messen willen luisteren? Of zijn we ook serieus echt geïnteresseerd in de mensen die daar ook zijn? In Filippenzen staat, denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet. Nou, ik vind het altijd heel erg belangrijk om in contact te komen met nieuwe mensen. De meeste van jullie weten ook dat ik er altijd heel erg gepassioneerd over ben. En dat is eigenlijk niet zomaar gekomen, want ik ben natuurlijk op zich wel outgoing van zichzelf al. Maar ik weet zelf ook dat het gewoon heel erg belangrijk is om juist contact te leggen met nieuwe mensen. En ik heb zelf ook heel vaak struggles dat ik denk van, ja, ik ben moe, ik heb er geen zin in. Maar dat ik toch zoiets heb van,
ik wil het toch doen omdat ik het heel erg belangrijk vind. En dat is ook eigenlijk omdat ik zelf heel vaak mensen heb meegemaakt, persoonlijke voorbeelden heb meegemaakt, waarin ik uiteindelijk zo gemotiveerd werd om dat gewoon weer te doen. En die persoonlijke voorbeelden wil ik een aantal van jullie delen. En daarbij komt een plaatje, want dit zijn een aantal meiden uit mijn voormalige small group. En ik ga daar eventjes een paar, ga ik even behandelen. Nou, Marieke is de eerste. Die, ik weet nog heel goed, zij is in haar eentje bij ICF gekomen. En de eerste avond dat ik met haar sprak, was echt super gezellig. En ik weet nog heel goed, een week daarna kwam ze dus ook weer terug. En toen zei ik, hey Marieke! En ze had echt zo'n, hoe ken je mijn naam nog? Dat vond ze echt heel erg bijzonder. En nou, die is dus ook echt letterlijk blijven plakken. Want die was elke avond op het laatste moment, dan was Marieke er ook nog steeds echt super gezellig. Super leuke meid. En de volgende persoon is Aniek. Ik weet ook nog heel goed, zij was ook in haar eentje bij ICF gekomen. In haar eentje, ik vind dat echt sowieso al echt dapper. Want ik moet eerlijk zeggen, zo eentje ben ik niet. Ik neem wel liever mensen mee. Maar goed, zij was dus ook in haar eentje gekomen. En dat weet ik ook nog heel goed, was echt super gezellig. En het was zelfs zo dat wij echt zo lang aan het kletsen waren, dat uiteindelijk de mensen al aan het opruimen waren en ons echt een beetje zaten aan te kijken van, oké, gaan jullie nog weg? Of hoe zit dat? En ik weet nog heel goed dat, dat daarna was dus een periode dat ik haar helemaal niet had gezien, omdat ze niet meer bij ICF kwam. Ze was gewoon één keertje geweest. En toen had ik het echt op mijn hart om met haar en andere meiden een small group te beginnen. Dus gelukkig had ik haar telefoonnummer, want dat hadden we uitgewisseld bij de eerste keer dat we elkaar zagen. En toen heb ik haar dus opgebeld en heb ik haar uitgenodigd voor mijn small group. En zo is zij dus uiteindelijk ook in mijn small group gekomen. En dan hebben we de derde persoon, dat is Iris. En Iris was mijn buurvrouw. En ze stond heel vaak buiten alleen te roken. En nou, daar ging ik uiteindelijk ook mee kletsen. En uiteindelijk heb ik haar uitgenodigd voor een vriendinnenavond. En zo is zij eigenlijk ook uiteindelijk in mijn small group gekomen. Nou, misschien denk je van ja, Wendy, voor jou is dat echt super makkelijk. Je bent outgoing en je doet dat gewoon eventjes. Maar zoals ik net ook zei, ook voor mij kost dat echt moeite om dat toch telkens weer te doen. Maar ik weet dat het heel erg belangrijk is. Dus daarom kies ik daar ook gewoon telkens voor. En ja, nou, misschien denk je nu, ja, oké. Ik snap dat het goed is, maar even praktisch. Hoe gaan we daar nou mee beginnen? Nou, voor mezelf heb ik altijd een aantal vragen in mijn hoofd. Dat ik denk van ja, weet je, als ik nou echt met iemand wil kletsen, wat kan ik dan al gewoon als eerste vragen? Want ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik heb heel vaak dan denk ik, ja, met die wil ik ook kletsen. En dan denk ik, ja, maar ja, hoe ga ik nou echt serieus over op actie? En nou, ik heb dus eventjes gespit in al mijn vragen in mijn hoofd. En daar heb ik dus de twee toppers heb ik er dus uitgekozen. En die wil ik met jullie delen. Nou, en je zal zien, waarschijnlijk als je hem hoort, dan denk je echt zo van, wie niks beters. Het is ook helemaal simpel eigenlijk. Soms kan je gewoon met hele simpele vragen beginnen en kom je uiteindelijk weer verder. Dus de eerste vraag die ik dus heel vaak stel is, woon je ook in Leiden? Nou, moeilijk hè? En ja, het is super grappig, want je stelt uiteindelijk een vraag en uiteindelijk ga je verder. Oh, en daar, daar. En uiteindelijk kan je zo makkelijk verder gaan in een gesprek. En de tweede vraag die ik jullie wil laten zien is, is ook een hele toffe. Wat voor werk doe je? Of wat studeer je? Nou, en daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je niet alleen maar dat vraagt en dan vervolgens zegt diegene, hey, ik werk op kantoor, en dat je zegt, oké. Maar dat je dan natuurlijk wel eventjes een beetje verder vraagt. Dus dat je dan vraagt van, hey, wat doe je dan precies? Of hoe ziet je dag eruit? Wat vind je juist heel erg leuk daar op je werk? Ja, en daarin dus verder vragen. Maar als je nou... Jullie hoeven mij niet meer te sponsoren, want ik ga werken. Dank jullie wel. Nou, ik wist dus toen niet dat ik veel minder zou gaan verdienen. Want dan had ik uitgerekend hoeveel ik nou per maand tekort zou komen. En dat waren toch echt wel een paar honderden Zwitserse franken. En toen dacht ik, oh nee, ik moet een bijbaan vinden. En ik had een bijbaan. Vreselijk. Het was echt vreselijk. Mensen roddelden, ze hadden geen respect voor je. Ze hielden zich niet aan de afspraken. Dus, doei, ik ga weg. Nu zeg ik het heel makkelijk, maar het was niet zo'n hele makkelijke keuze. Want ik had niks anders. Behalve mijn stage en die inkomsten. Dus dacht ik, ja vader, maar hoe ga ik dit doen financieel? En gaat u mij wel voorzien? En hoe ga ik het allemaal doen? En toen dacht ik, weet u wat vader, ik leg mijn zorgen, mijn financiële zorg in uw handen. En ik vertrouw op u. En het bijzondere was,
Maar als ik toen een gedachte kreeg van, ja, maar wat nou? Wat nou als God mij gaat voorzien, maar zonder dat ik een bijbaan heb? Dacht ik, nee, dat kan toch niet. Nee, ik moet toch wel werken. Dus ik volop solliciteren, zoeken naar een baan. Duitse brieven, hè, allemaal in het Duits. En op een gegeven moment leek het erop alsof ik bij één restaurant aangenomen zou worden, maar nee. Bij alle drie, waarbij het erop leek dat ik een kans had, kreeg ik bij alle drie te horen, nee. En ik dacht, dat kan toch gewoon niet? Wat moet ik nu doen dan? En toen weer kwam die gedachte, wat nou als mijn God mij wilt voorzien zonder dat ik een bijbaan heb? En ik dacht, dat is toch een beetje raar. Zei ik, oké, vader, als deze gedachte van u komt, geeft u mij bevestiging. En ik had het verder niemand verteld, want ik dacht, als ik dit aan mensen vertel, zullen ze denken, ja, whatever, jij hoeft hier niet te werken en je krijgt geld. Dus ik dacht, ik hou deze gedachte nog even bij mezelf. En raad eens, God zou natuurlijk niet God zijn als hij aan zijn beloftes houdt, toch? En een paar dagen later komt een vriendin naar me toe en ze vraagt me, hé, hey, ben je aangenomen? Nee, bij geen enkele ben ik aangenomen. Zegt ze, ja, dat dacht ik al. En ik dacht, nou ja, ik niet. Ik dacht, ik word aangenomen bij alle drie zelfs, dat dacht ik. Ik zeg, hoe bedoel je? Zegt ze, nou, want toen ik voor jou wilde gaan bidden dat God je zou voorzien in een baan, zei God tegen mij, wat nou als ik haar wil voorzien, wat nou als ik haar ga voorzien zonder dat zij een bijbaan moet nemen? Wow. Dat was mijn bevestiging. God gaf mijn bevestiging door die vriendin en zij wist het niet van mijn gebed. Ik heb het haar niet verteld, ik heb niemand verteld. En wauw, vader, yes, dat gaan we doen. En dat is het ook. Op het moment dat wij die relatie met hem aangaan, groeit onze vertrouwen, herkennen we zijn stem, herkennen we zijn beloftes en weten we wanneer hij het is die tegen ons praat. Dus ik heb het losgelaten in zijn handen en onbezorgd met mijn hopen op hem, ben ik gewoon doorgegaan en heb ik gedaan wat God van mij vroeg om te doen. Want ik had de indruk dat hij zei, Heaven, ik wil dat jij focust op andere dingen en niet op het geld. Prima. En raad eens, ik had nog 3 maanden te gaan, want ik geen werk had. En, of tenminste, ik zocht werk voor die 3 maanden dat ik nog in Zwitserland was. En op een dag, na de celebration, was ik die avond zou ik naar Nederland komen voor een nieuwjaar. En er komt een vriendin naar de celebration en toen zegt ze, Heaven, ik heb je een cadeau. Het is niet van mij. Iemand heeft het mij gegeven. En die persoon zei erbij, Heaven, je moet mij niet danken, maar je moet God danken voor de voorziening. Nou, dan wist ik al, dit gaat over geld, en veel geld ook, want anders was die persoon al naar mij teruggekomen. Dus ik denk, oh, wat spannend, ik doe hem open. Niet 100, niet 200, niet 500, niet 700, niet 900, maar 1000 Zwitserse franken. 1000 Zwitserse franken, zo, in mijn handen gelegd. En wat doe je op zulke momenten? Als God jou zo zegent. Als God jou je vertrouwen zo beloont. Maar één ding. Ik zocht een rustig plekje waar niemand mij kon zien. Ik ging op mijn knieën en ik dankte mijn God. Ik dacht, wauw, vader. U bent zo liefdevol. U laat zien hiermee dat u zich altijd aan uw beloftes houdt. Dat werkelijk niets onmogelijk voor u is. Ook al schreeuwt mijn situatie, mijn omstandigheden. Nee, dat is niet mogelijk. Je moet werken voor je geld. Je denkt toch niet dat God je zomaar gaat belonen? En toch laat God zijn vaders hart zien. En mijn uitdaging voor jullie, en soms nog steeds ook voor mij, want het is een keuze die we elke keer maken. Misschien denk je wel bij jezelf, ja inderdaad, ik vind het lastig om God te vertrouwen. Ik vind het lastig om hem echt, om heel mijn hart met hem te delen. Om mijn plannen met hem te overleggen. Dan wil ik je uitdagen om vandaag, om nu. Je hoeft niet te wachten tot morgen, overmorgen, een week. Of dat er een wonder gebeurt. Nee, nu wil ik je uitdagen om die stap te zetten. En te zeggen, God, ik wil op u vertrouwen. Leer mij om op u te vertrouwen. Ik wil mijn hart met u delen. En misschien denk je wel bij jezelf, ja, dat doe ik al. Nou, top. Vraag dan jezelf af, laat ik God werkelijk in alles in mijn leven delen, seksueel, financieel, relationeel. Laat ik hem in al mijn gebieden in mijn leven, laat ik hem werkelijk daarin toe meedelen. En zet dan die stap met Jezus. Zet de stap met hem. Ga in een small group, praat erover. Praat over je uitdagingen. Over de wonderen van God. En geniet van die vrijheid die jij kunnen ervaren op het moment dat wij ervoor kiezen om op God te vertrouwen. Amen. Woo!
Zo, dat was mijn message. En nu gaan we naar de volgende. Ja, wie zou het zijn? Geen idee. Ik weet wel dat het een hele knappe man is, met een hele knappe vrouw en een hele interessante message. En het is... Ja, en God is Griep, de hemel en de aarde. En in de hemel daar maakte hij tot aan de sterren en de planeten, tot aan die paarse brei die je net zag. Tenminste, tot zover kunnen we het zien. Misschien is het nog wel veel meer dat hij gemaakt heeft. En hij schiep de aarde met alles wat erop leeft, alles wat erop groeit, alles wat erop bloeit. En toen zei hij op de zesde dag: laten we mensen maken. En hij begon mensen te maken. Tot in het kleinste detail. Tot die upquark en downquark deeltjes die je net zag in het DNA. Jij kent die. En die stop ik in jou. En die gaat in haar. Tot in het detail heeft hij ons helemaal bedacht en gemaakt. En soms beseffen we toch nog steeds niet hoe volkomen uniek we zijn. De wetenschap zegt dat de aantal mogelijkheden dat onze DNA-moleculen zich aan elkaar kleven 10 tot de 2400 miljoenste macht is. Zo groot is de kans dat jij ooit iemand tegen gaat komen die precies hetzelfde is als jij. Doe je arm eens voor. Dat is de enige oefening die ik van jullie vraag. Rol je arm voor je. En dat doe je in een centimeter. Doe je een centimetertje groot. Als je dat getal wat ik net zei, 10 tot de 2400 miljoenste macht, op een strook papier zou schrijven, met nullen van een centimeter groot, zou je een strook papier krijgen van 25.000 kilometer lang. Dat is een strook papier meer dan de helft van de wereld rond. Zo groot is de kans dat je ooit iemand tegen gaat komen die precies hetzelfde is als jij. Dat er ooit iemand is geweest zoals jij en dat er ooit iemand gaat komen zoals jij. De wetenschap zegt: dit is het bewijs dat jij volkomen uniek bent. En als je nou naar links en naar rechts kijkt. Oké, het is nog één oefening. Daarna. Als je naar links en naar rechts kijkt, dan zal je al snel merken dat God heel erg van verscheidenheid houdt. We zien er allemaal zo anders uit. Hij heeft ons allemaal gemaakt met een unieke combinatie van persoonlijkheidskenmerken. En we zijn zo uniek, niet alleen hoe we eruit zien, maar ook in je karakter. Waar ligt je kracht? Wat is jouw potentie? God die had al visie met jouw leven, voordat je überhaupt bestond. Dat kunnen we lezen in Psalm 139. Daar zegt God het volgende over: u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Ik weet het tot het diepste van mijn ziel. En toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormloze begin. Alles in uw boekrol was opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. God had al visie met jouw leven voordat je überhaupt bestond. En als ik daarover na ga denken, dan wil ik weten, wat was zijn visie toen hij mij maakte? Welke kracht heeft hij in mij gelegd? Welke potentie heeft hij in mij gelegd? Wat is zijn plan met mij? Waar ligt jouw kracht? Wat is Gods visie met jou? In Efeziërs 2 lezen we: want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Ik wil jullie een verhaal vertellen over een adelaar. Nou ja, eigenlijk over een adelaarskuiken. Ja, je gelooft het niet helemaal, maar dit lelijke mormel wordt ooit een hele mooie, sterke arend. En dit adelaarskuiken, dat zit op een herfstachtige dag in zijn nestje. En er breekt een heftige storm op.
Het nest wordt van links naar rechts gegooid. Het aaskruid probeert zich vast te houden, maar het heeft geen zin. Hij wordt uit het nest gerold. En het nest staat hoog, dus hij rolt de berg af. En hij probeert zich vast te pakken met zijn klauwen en slaat met zijn sleugels tegen de wand. En probeert nog stenen en takjes vast te houden, maar het heeft allemaal geen zin. Hij rolt helemaal tot beneden aan de berg, waar hij hulpeloos op de grond komt te liggen. En de volgende dag, als de zon weer op is gekomen en de wind is gaan liggen, loopt er een jongen langs. En die ziet het adelaarskuiken liggen. Die herkent het en denkt, dat moet ik meenemen, daar moet ik voor zorgen. Dus hij pakt hem op en hij gaat terug naar huis. En hij woont in een grote boerderij en daar verzorgt hij het beestje. Zorgt dat het weer eten krijgt en zijn wonden worden verzorgd. En hij wordt tussen de kippen gezet. Die lekker een beetje warmte kan krijgen en moederkip voor hem kan zorgen. En ja, dat adelaarskuiken, dat heeft nog naar zijn zin. Begint toch een beetje op de grond te stampen, net als een kip. Begint wormpjes uit de grond te pikken. Nu en dan zegt hij wel tok, tok, tok. En de jongen denkt, nou, volgens mij wordt het wel tijd dat ik hem eruit ga halen. En ondertussen is de adelaar al gegroeid en hij heeft grote vleugels. Ze zou al heel goed kunnen vliegen. En de jongen die pakt hem uit het hok, loopt met hem naar buiten, naar het grasveldje naast het huis. En hij zegt tegen de adelaar, vlieg! Maar de adelaar is op de grond vallen. En ja, ik kan me wat. Ik vind het een mooi plekje om wormen te zoeken. Tok! De jongen denkt, nou ja, dan misschien moet ik het hoger opzoeken. Ze zet een ladder tegen het huis aan. Klimt omhoog met het adelaarsjong in zijn armen. Boven op het dak gooit hij de adelaar de lucht in. En zegt, vlieg adelaar! En die adelaar pakt zich vast aan de arm van de jongen. En denkt, nee, kan me wat. Ik blijf bij jou. Ik ga niet vliegen. En de jongen wil het al bijna opgeven. Totdat hij in de verte in een berg zit. En hij denkt, weet je wat? Ik probeer het nog één keer. Ik klim tot boven op die berg. Ik ga boven op die berg staan. En dan zal hij wel doorhebben dat hij eigenlijk een adelaar is. En hij gaat boven op die berg staan. En hij pakt die adelaar vast. En hij zegt, vlieg adelaar! En die adelaar pakt zich weer helemaal vast in de armen van de jongen. Hij vliegt niet. En de jongen wil het opgeven. Hij pakt het beest weer vast. Draait zich om. En op dat moment schijnt de zon volop in het gezicht van de adelaar. En de adelaar die geeft een harde krijs, zoals een adelaar een harde krijs hoort te geven. En hij slaat zijn vleugels uit. En hij vliegt rechtstreeks naar de zon. Hij herinnert weer wie die is. Soms zitten we in situaties in ons leven dat we uit ons veilige thuis worden geblazen. Door wat voor omstandigheden of teleurstelling ook. En we gaan op zoek naar een nieuw veilig plekje. Veilig plekje om maar weer iets van comfort te vinden. En als we eenmaal weer een beetje cozy zijn, dan vinden we het wel oké en blijven we daar comfortabel zitten. En voor we het weten, worden we een adelaar tussen de kippen. Vergeten we hoe uniek God ons eigenlijk heeft gemaakt. Wil jij echt weten wie je bent? Wil jij weten welke potentie God in jou heeft gelegd voordat je überhaupt bestond? Focus je dan op Jezus zoals de adelaar op de zon. Want Jezus heeft je gemaakt tot in het allerkleinste detail van jouw bestaan. Hij had daar al een plan mee voordat hij je had gemaakt. Jij bent van top tot teen uniek. Wil jij je focussen? Wil jij weten wie je bent? Focus je dan op hem. Je bent een sterke adelaar. In deze drie messages. En ik denk dat we allemaal wel eens hebben dat we hier op deze wereld geboren worden. En we kijken naar onze buurman, we kijken naar onze buurvrouw, onze vriendjes en onze vriendinnetjes. En we denken soms, we zijn gewoon kippen. Gewoon mensen. Maar we zijn
we dat geloven, dat we niet op onze buurman of buurvrouw lijken, maar op onze God almachtig. En we voelen ons waardevol en sterk. En we durven het geloof te hebben in een grote machtige God dat hij iets bijzonders van ons vraagt. En we durven het ook echt te gaan doen. Dan kunnen we zien en ervaren dat zelfs kleine stapjes door naar iemand toe te gaan, te vragen wat hun verhaal is, op je werk of in de foyer, op school, of misschien wel je bloedeigen broer of je zus, je vader of je moeder. Met dat soort kleine stappen grote dingen kunnen gebeuren. En ik geloof in heel mijn hart dat we persoonlijk, zoals we hier zitten, zoals jij hier zit, dat je op God lijkt en niet op je buurman of op je buurvrouw. Maar iets van die grote machtige God wat jou uniek en speciaal maakt, durven we echt te geloven. Iets bijzonders te doen als persoon, als small group of als team of als kerk. De komende 4 weken gaat het allemaal over Jezus, onze God, onze redder. Hoe fantastisch zou het zijn als we misschien deze week iemand uitnodigen voor de celebration van volgende week. Of misschien wel voor een Christmas experience. Wat zou er met jouw broer, met jouw zus, jouw vriend, jouw vriendin gebeuren als ze ergens die spark van Jezus pakken? Als ze ergens zien. Ik ben niet zomaar een persoon. Ook ik lijk op God. Matt, bedankt. Heaven, bedankt. Benny, bedankt. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat we niet zomaar mensen zijn. Dat we niet zomaar op onze buurvrouw of buurman lijken. Dat we niet zomaar op onze klasgenoten lijken. Maar we lijken op u. God almachtig. Uniek. Waardevol. Om maar één reden. Dat u van ons houdt. Dat u van ons stierf. We willen niet zien. Zelfs de dood. Niet weer hield. Om te zien dat u van ons houdt. Eens dank u wel dat we waardevol zijn, dat we bijzonder zijn, dat we uniek zijn. Dat als we samen met u gaan ondernemen, dat we die uitdaging van het leven aangaan. Dat we met kleine geloofstapjes grote dingen kunnen meemaken. Deze, dat willen we zien, dat willen we geloven, dat willen we uitleven. Sterker nog, we willen het ervaren, elke dag weer, wie u bent en wat u door ons heen wil doen. Deze gaan we eens mee deze week, als we naar ons werk gaan, of als we naar school gaan, of als we thuis zijn met onze familie. Om geloof te hebben. En onze vrienden. De mensen waar u van houdt. Om ze mee te nemen hier. Het uit te nodigen voor Christmas experience. En te gaan zien wat u gaat doen. U vindt het zo fantastisch om met ons samen te werken. Wij nodigen ze uit. Nu laat ergens iets in het hart gebeuren. In een nummer. Een message. Een theater. Of misschien wel die heerlijke bak koffie. Of die ene persoon die een high-five geeft aan de voordeur. U werkt op een machtige, wonderbaarlijke manier. En eens willen met u samenwerken. Met u deze kerk bouwen. Stap voor stap. Om geen kleine dingen te doen. En samen met u de wereld te veranderen. Dat is waar u ons voor geroepen heeft. Dat is waar u voor stierf. Dat is waarom u vindt dat we waardevol zijn. Geen kleine dingen te doen. Maar grote dingen met een machtig groot God. Dank u wel dat u in ons leeft. Dank u wel dat u in ons woont. En ons sterk maakt. Dat we hier weggaan. Met de overtuiging dat we meer dan ooit tevoren. Krachtig, waardevol, bouwvol zijn. Wat u van ons houdt. Altijd bij ons bent. Tot die dag. Dat we buur mogen zijn. Hoe we zullen uitzien. Maar tot die dag willen we hemel en aarde bewegen. Om de wereld bij u te brengen. Een grote machtige God. Die toch van ons houdt. Deze dank u wel. Voor de komende weken. Waarin we gaan inzoomen op alles wat u bent. En waarom u hier kwam. Deze wereld. 1 ding, onze waarde te geven. Dank u wel.